Welkom bij Museumkaart Ontdekt en dit keer in de vorm van een reportage waarin ik je meeneem langs allerlei verschillende musea en verschillende collecties. En dat doe ik aan de hand van één thema. Of je er nou wanhopig meer van wilt hebben of er gewoon genoeg van hebt en erin zwemt, geld is iets wat ons allemaal bindt. En het goede nieuws is, voor een paar tientjes per jaar kun je deze museumkaart kopen en een wereld van museumschatten ontdekken. Koop die kaart dus en duik met me mee in de wereld van geld. En die begint hier in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Geld is in essentie een systeem van waardeoverdracht. Een systeem dat voor iedereen helder moet zijn en waar iedereen vertrouwen in heeft. Maar dat systeem heeft niet altijd bestaan. Voordat er geld was, gingen mensen gewoon ruilen, was er ruilhandel. En van een heel vroeg voorbeeld van die ruilhandel en de administratie daaromheen, heeft Lucas Petit een voorbeeld, conservator hier in het museum. Waar kijken we naar? Nummer 3 is een belangrijk object wat wij in bruikleen hebben van het Nederlands Instituut in het Nabije Oosten. En we kijken naar een tablet en een envelop eromheen. Okay. Allebei gemaakt van klei. En de tekst is heel interessant, want we zien daar dat het een contract is tussen twee mensen, tussen twee partijen, waarin geruild wordt. Mm-hmm. En in dit geval worden de huizen geruild. Eigenaar 1, we weten de naam, Sunazi, erkent zeg maar dat hij een huis heeft geruild voor een ander huis, mm-hmm, plus een bepaalde waarde, een bepaald bedrag. En dat bedrag wordt in zilver betaald. Oh ja, dus gewoon het materiaal zilver, niet per se munten, precies, of zo, of geld, nee, maar het zijn stukken zilver. En dat was in die tijd al een soort betaalmiddel. Hoe oud is het? Dit is 1800 voor Christus, dus 3800 jaar oud. Staat er ook mooi op. Dus, en het leuke is dat we ook weten waar het vandaan komt. Dus het zuiden van Irak. En het laat zien inderdaad hoe in die tijd geruild werd. Juist, dit is gewoon het bonnetje, het bewijs. Het bonnetje, het bewijs, inderdaad. Het allereerste muntgeld kwam uit Lydië, het toenmalig koninkrijk Lydië, omstreeks 650 voor Christus. Dat zouden we nu ongeveer West-Turkije noemen. Wat er gebeurde, ze visten uit de rivier klompjes edelmetaal. Die werden platgestampt en er werd een leeuwenkop ingestanst. En die leeuwenkop, die zie je daar. Heel mooi klein muntje met een hele krachtige leeuwenkop erop. En het slaan van die munten, dat waaide over naar de oude Grieken, die per stadsregio hun eigen munt gingen slaan. En dat zitten geweldige munten bij. Hier bijvoorbeeld met een stier. Of hier een latere koning en die heeft een soort olifant op zijn kop. Hier zien we Poseidon met zijn drietand afgebeeld. De uil van Athene, fantastisch mooi gedetailleerd. Echt geweldige kunstwerkjes. De Romeinen gingen dat later kopiëren. Die kopieerden sowieso veel van wat de Grieken deden. En die gingen rond 280 voor Christus hun eigen munt slaan. Minder mooie kunstwerkjes, als je het mij vraagt in ieder geval. Maar die Romeinen die hadden ook een ander doel met die munten. Propaganda namelijk. Waarom dat zo was, daar weet conservator Jasper de Bruin alles vanaf. Jasper, waarom werden die munten nou als propagandamiddel ingezet in de Romeinse tijd? Nou ja, ze werden natuurlijk overal gebruikt, de Romeinse munten. Nou, wat kun je dan op die munt zetten? Dat is natuurlijk de keizer zelf. Er moest een soort van bekendheid verwerven eigenlijk door het hele Rijk. Ja, die keizers werden natuurlijk ook later als god vereerd. En ja, ze waren nogal trots op hun eigen daden. En dat staat ook vaak op de munten vermeld allemaal. Oké. Okay. Hier is er bijvoorbeeld eentje. Wat is dit voor munt? Dit is een munt van Trajanus, gevonden in Woerden. En eigenlijk staat op de munt, nou ja, zijn naam en zijn titel. Maar er staan ook allerlei ereambten op. Op deze staat toevallig iets over een voedseluitdeling in Italië, waar hij blijkbaar erg trots op was. Maar we zien dus dat er eigenlijk allerlei boodschappen ook op die munten werden meegegeven. Ja. Soms stond ook de keizerin op die munten. En ja, die had de modernste haardracht in Rome. En dat werd dan in het hele Rijk nagebootst. En dat gebeurde op basis van die munten. Alsof koning Willem-Alexander een nieuwe munt laat slaan met zijn volle baard erop, zoiets. Ja, ja. Oh. En dan gingen mensen dat imiteren. Dat goed. En hoe lang werd deze munt nog gebruikt? Want op een gegeven moment kwam in de middeleeuwen de ruilhandel weer een beetje terug, hè? Ja, dat is een beetje in de 4e, 5e eeuw na Christus, waarin het Romeinse centrale gezag ophoudt te bestaan. Dan verdwijnt eigenlijk ook het hele geldsysteem. Ja, en dan gaan mensen weer terugvallen op ruilhandel en dat soort zaken.
En dan rond 800 na Christus, dan krijg je Karel de Grote. Dan heb je het Karolingische Rijk, dat is weer heel goed georganiseerd. Mm. En die gaan dan weer beginnen met munten slaan, zeg maar. Dus zo rond 800 na Christus, daar pakken we het verhaal weer op. Dat doen we niet hier, maar dat doen we in het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam. In het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam vind je alles over de geschiedenis van belasting en douane. En dus ook over het niet betalen van belasting. Bijvoorbeeld hier een heel groot protest in Hoorn in 1470. Men wilde de accijnzen op bier verhogen. Ja, en dan krijg je de mensen woedend. Kom niet aan mensen hun bier. En hier vind je nog iets waar je mee te maken kreeg als je geen belasting betaalde. Namelijk een brandmerk in je gezicht van het stadswapen. Dat is wel lekker duidelijk. Dat gewoon hier in je gezicht. Tot de 17e eeuw althans. En daarna zeiden ze, nou, je mag het ook wel op je arm of op je rug als je geen belasting betaalt. Andere tijden. Het is een beetje een zijspoor in ons verhaal, maar te leuk om niet mee te nemen. De douanekant van dit museum. Hier vind je allemaal spullen die in beslag zijn genomen omdat ze niet mogen. Ivoren schaakstukken bijvoorbeeld. Deze zijn heel smerig. Dit is slangengal in een flesje, een soort Chinees medicijn. Maar wat mij betreft veruit de meest inventieve manier om te smokkelen. Deze smokkelfiets uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Hier ging drank in. Dan fietste men over de grens naar België. De drank werd uitgeladen. En in dit zadel werd een soort sigarettenpapier teruggesmokkeld. Je moet er maar op komen. We pakken het verhaal over geld weer op in de 8e eeuw na Christus. Zoals we hoorden kwamen toen de munten weer terug. En in de middeleeuwen groeide de handel. Dat betekende dat handelaren van over de hele wereld naar Europa kwamen en allemaal met hun eigen munt. In 1325 werd bijvoorbeeld in de Lage Landen voor het eerst de gouden gulden geslagen, de vroege versie van de florijn. Maar hoe weet je nou met al die munten in omloop wat je in je handen hebt? Daar is dit een heel interessant object voor. En Wim, conservator in het museum, weet daar alles van. Wat is dit? Op plekken waar veel geldhandel was, waar veel betalingen werden gedaan, daar waren de mensen die geld ontvingen eigenlijk verplicht om zo'n muntgewicht zakdoosje bij zich te hebben. Om de munten die ze ontvingen, gouden en zilveren munten, ter plekke na te wegen. Dus een gouden tientje of die echt wel voor 10 gulden gewicht aan goud bevatten. Het is een balansje en al die vierkante gewichtjes die corresponderen met bepaalde munten die in omloop waren. En ik had het net over de middeleeuwen, maar dit gaat al 1644 is dit. Dit is later. Dit zijn praktijk van de 16e en de 17e eeuw. En dat zien we hier, geloof ik, op dit schilderij ook, hè? Ja, hier is een goudwegen te zien. En het leuke van het schilderij is dat je kan zien hoe het werkt met dat balansje. Mm-hmm. En op tafel is dan het muntgewichtdoosje te zien, soortgelijk zoals het hier in de vitrine ligt. En hoe kom je dan van dit naar ons briefgeld bijvoorbeeld? Eigenlijk met de komst van de Fransen aan het eind van de 18e eeuw. Die kwamen met de assignaten, de Franse legertroepen, die moesten uitbetaald worden. En dat was een wettig betaalmiddel. Na het verdrijven van de Fransen werden die assignaten waardeloos. En toen is de Nederlandse bank bankpapier gaan maken, bankbiljetten gaan drukken. De Nederlandse guldens. Ja, en dan praat je over 1814. Ja. En dus niet langer op regionaal niveau, maar echt nationaal niveau. Nationaal geld. Wat ik nou zo interessant vind aan die geschiedenis van geld is dat die continu in beweging is. Van ruilhandel naar munten, naar gesjoemel met geld, naar zelfs virtuele munten, de bitcoin. En dat roept de vraag op of er niet een materiaal is dat, net zoals goud en geld, zijn waarde behoudt. Diamonds misschien? Diamonds are forever, zingt Shirley Bassey. En laat daar in Amsterdam nou net een mooi museum voor zijn. In het Diamantmuseum kijk je je ogen uit. Er is waanzinnig veel moois te zien. Maar wat is een diamant eigenlijk? Daar weet Ronald alles van. Ronald, wat is een diamant? Ja, een diamant is koolstof. En koolstof wordt gevonden in dit geval in een vulkanische omgeving, wat miljoenen jaren oud is. En daar ligt diamant. Dat zijn ruwe stukken, dus dat is ruwe diamant. En die ruwe diamant wordt uiteindelijk helemaal geslepen tot een mooie, prachtige diamant. Dat doen jullie ook hier, hè? Want het is een museum en slijperij. Ja, we hebben in dit geval het Diamantmuseum Amsterdam en Royal Coastal Diamonds. Hier doen we echt het zien en het bezichtigen van alle artikelen. Mm-hmm. En in het Royal Coastal Diamonds hebben we een slijperij, goudsmederij en wordt de verkoop gedaan. En wat ligt hier? Ja, het is leuk om jullie te laten zien. Ik heb hier vier diamanten even tentoongesteld om even jullie te laten zien wat het is. Een diamant is opgebouwd uit vier C's. De eerste C is carat.
Mm-hmm. Dus dat is het gewicht van de diamant. Mm-hmm. De tweede is de color. Wat is de kleur van de diamant? Daar heb je bepaalde gradaties in. De derde is de clarity. Dat zit dus in de diamant. Zitten sommige hele kleine imperfecties. Daar zit ook een bepaalde gradatie in. En de vierde, dat is de cut. En de cut is de slijpvorm, wat men mooi vindt. En die vier die bepalen de waarde eigenlijk? Die vier bepalen de waarde, ja. En dan zie ik hier een zwarte. Ja, dat is leuk om dat je dat inderdaad gelijk ziet. Nou, een zwarte diamant geeft dus geen clarity. Want hij is zwart. Dus daar betekent dat de zwarte diamant in verhouding met een witte diamant aanmerkelijk goedkoper is. Okay. Dus hier heb ik een steen liggen die is 2800 euro. Oh. Dus dat is relatief laag voor een diamant. Als ik een beetje spaar, dan zou ik die kunnen kopen. En als je, ja, zeker, dat is geen probleem. Ja. Oké, okay. En de tweede? De tweede, dat is een briljant geslepen diamant. Dat zijn 57 facetjes, dus 57 vlakjes, mm-hmm. waardoor er een bepaald soort glinstering aan de diamant komt. En dat heeft een briljant geslepen diamant nodig. Okay. En dat is een diamant van een verkoopprijs van rond de 35.000 euro. Zo. Oké, ja, die zit al wel boven mijn budget, denk ik. Ja, okay. Dat is een iets andere prijs. Een andere prijscategorie. Ja. Die gele? Je hebt gelere diamanten, dat betekent dat de kleur wat minder is. Mm-hmm. Maar dit is een natuurlijke fancy color geel. En een fancy color geel wordt als gele diamant gevonden. Dat is heel zeldzaam. Yeah. En daarom is die ook een stukje duurder in dit geval. Okay. Dit is een steen van die ligt rond de 90.000 euro. Zo. En dan de topklasse. De topper, ja. Dat is onze eigen slijpvorm. Mm-hmm. En die heeft 201 facetten. Dus je moet zo zien, een briljant geslepen diamant heeft 57 facetten. En deze heeft er 201. En die 201 facetten geeft nog meer glinstering aan de diamant. Wow. En de prijs, ja, dat is toch wel een serieus bedrag, ligt rond de 200.000 euro. Zo, 2 ton. Ja. En stel, dit zou na een videoshoot in het museum verdwijnen, wat gaat er dan allemaal? Ja, dan gaan alle bellen, gaan af, alle security is aanwezig. Dus wat dat betreft is dat op veiligheidsgebied bij ons altijd goed geregeld. Er zijn hier heel veel bijzondere objecten, maar er is er eentje die ze toch wel naar de kroon steekt, letterlijk, want het gaat om de kroonjuwelen van het Britse Koningshuis. Hier zie je een replica van de Koh-i-Noor diamant, die zit hier bovenop. Er is er eentje die al 8 eeuwen oud is, die uit India komt en heel lang in die regio gezworven heeft, India, Pakistan. Maar dan komt in 1849 de Britse Oost-Indische Compagnie en die zegt, hier met die diamant, dit wordt een geschenk voor koningin Victoria. Koningin Victoria die kreeg hem en die zei, ik vind hem niet zo mooi. Kan die niet anders geslepen worden? Nou, ze moesten op zoek naar de beste slijpers ter wereld. En tada, dan kom je uit in Amsterdam. En wel bij Koster. Oftewel het bedrijf wat dit diamantmuseum runt. De twee beste slijpers van hier die gingen naar Londen. En die hebben er zo'n 70 karaat van afgehaald. Dat is meer dan een derde van die diamant. En toen vond koningin Victoria hem wel mooi. Een replica van hoe die geworden is, die kunnen we zien in de slijpzaal van Koster. Loop maar mee. Overigens is de kans heel klein dat prins Charles, als hij überhaupt ooit nog koning wordt, deze diamant in zijn kroon gaat dragen. Want de legende wil dat hij ongeluk brengt aan elke man die hem op heeft. Dit is hem dan, de Koh-i-Noor, zoals hij door de slijpers van Koster geslepen is. In de ruimte waar, zoals je hoort, nog steeds diamanten geslepen worden. Vond je dit een leuk verhaal? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal, like deze video en koop natuurlijk die museumkaart, zodat je zelf alle schatten kunt zien die er in Nederland te zien zijn in al die mooie musea. Graag tot de volgende keer. Vond je deze aflevering leuk? Kijk dan vooral ook de volgende. Die heeft als thema helden.